Oh, baby! Daar zijn we weer! Met een gloednieuwe achtergesloten deuren. Voor de mensen die het niet weten, Achtergesloten Deuren is een oud en zeer cringy programma. Gebaseerd op echte verhalen. Het wordt alleen nagespeeld. Ze spelen een waar gebeurd verhaal na. Laten we eerlijk zijn, ze hebben het waarschijnlijk sowieso spicier gemaakt dan het waarschijnlijk was in het echte leven. Alleen het meest frustrerende aan dit programma is toch wel dat er interviewmomenten zijn met personages. Momenten die natuurlijk niet zijn gebeurd tijdens het echte verhaal. Want tijdens het echte verhaal was er geen cameracrew. En ook al heeft het hoofdpersonage een geheim, toch lichten ze zogenaamd een hele cameraploeg in. En doen ze mee aan een programma dat heel Nederland gaat zien. En hebben personen om hun heen ook interviewmomenten. En erkennen de cameracrew, maar ze vragen zich niet af waarom. Omdat zover hun weten is hun leven heel normaal en is er niks aan de hand. Iedere achtergesloten deuren video dat ik dit uitleg frustreert me gewoon meer. Ik was toch wat afleveringen aan het spitten en toen kwam ik me toch weer een parel tegen. Maar over parels gesproken, het is giveaway tijd, baby! Ik doe eigenlijk nooit giveaways, maar dankzij Media Tornado mag ik nu 14 muizen weggeven. 14! Dat zijn meer dan 13 muizen. Wil jij nou ook zo'n lekkere Trust GTX 109 Velox Illuminated Gaming Mouse with Programmable Buttons winnen? My god, kunnen ze het nooit makkelijke namen geven? Het enige wat je daarvoor hoeft te doen is mijn Discord te joinen, te gaan naar het tapje giveaway en het enige wat je daarvoor te doen is een 1 te droppen. Maar wees er snel bij, want ik geef jullie maar 5 dagen. Laten we maar snel de aflevering van Achtergesloten Deuren induiken. Een waarschuwing, het is ranzig. De aflevering gaat over Esperanza, ook wel S genoemd. En wat denk je? Ze heeft een geheim! Maar voordat we daarover beginnen, moeten we natuurlijk eerst even kennis maken met iedereen. Ze heeft gescheiden ouders en haar vader woont dus in Spanje. Samen met haar broer Juan. En Esperanza woont met haar moeder in Nederland. Er is blijkbaar een crisis gaande in Spanje. En dus voor studeren en werken komt Juan weer naar Nederland. Ook speelt Esperanza al jaren hockey. Ze schijnt er alleen niet zo goed in te zijn. 4-1 verloren. Ah, en wie heeft er gescoord? Ik. Eigen doelpunt. Weet je, dit overkwam mij ook toen ik op voetbal zat. Ik haat voetbal, sorry. Maar laten we eerst even horen wat moeder Katelijne er nou van vindt dat haar zoon eindelijk weer bij haar komt wonen. Na al die jaren. Ik vind het gewoon heel fijn dat Juan weer bij ons is. Want ik merk wel dat de scheiding, dat het moeilijkste vond, is dat hij gewoon heel lang bij ons weg was. En ik merk ook dat S, die zie ik helemaal weer opbloeien. Volgens mij is ze zelf niet gerealiseerd dat ze haar broer zo gemist heeft. Wauw, heel ontroerend allemaal. Maar dit programma gaat natuurlijk over geheimen. Zolang het maar niet weer zo heftig is als de vorige. Of moord, of overvallen. Ik ben namelijk echt super, super, super verliefd op mijn broer. Wauw, dit is fucked up, maar wie weet is zij wel gewoon in de war. Ik bedoel, liefde moet van twee kanten komen, toch? Hij voelt hetzelfde ook voor mij. Want we hebben een stuk of 3 keer gezoomd. Oh my god. Hoe? Daarnaast moet ik natuurlijk ook zeggen 3 keer gezoomd hebben. Dat zegt wel alles natuurlijk. Als je 3 keer gezoomd hebt, kan je in principe gewoon meteen trouwen. Dan is het locked in. Moeder is in ieder geval een workaholic. En die moet ook naar een congres waarvoor ze een dag weg is. En ze besluit natuurlijk haar 2 volwassen kinderen alleen thuis te laten. S is oud en wijs genoeg nu. Ze heeft geen idee hoe ver ze ernaast zit op dit moment. Want S die denkt natuurlijk alleen thuis met Juan. Dat betekent seks. Time! Yeah! Woehoe! Woehoe! Yeah! Maar dan blijkt het dat Juan dus toch een soort van brein heeft. Want hij vindt het achteraf een klein beetje gek om te romancen met zijn zus. Het was gewoon fun, het was wel leuk, maar dit kan gewoon niet. Ja joh, voor de fun, dat is lachen toch? Even tongen met je zus, hilarisch. Maar het doet me wel een klein beetje goed om te horen dat hij er zo in staat. Want anders had deze aflevering heel anders kunnen gaan. Je zou nu zeggen dat ze het hierbij konden laten. Einde aflevering, klaar. Ze is verliefd op haar broer, hahaha, ranzig, maar hij wil niet. The end. Ik wou dat het waar was. Ook al is haar verhaal erg ongebruikelijk, ze kan haar geheim niet langer voor zich houden. Haar allerbeste vriendin Do zal als eerste alles over haar liefde voor Juan te horen krijgen. Yep. Zeg, weet je wat? Ik ga het vertellen aan mijn beste vriendin. Wat zo niet nodig is.
Ik bedoel, zij wil met haar broer friemelen. Maar hij wil niet. Stop het weg. Druk het weg. Ga verder. Zet je eroverheen. En niemand hoeft het te weten. Ooit. Ik ben verliefd. Op Juan. Hoe lang weet je nou al dat je gestoord bent, trouwens? Maar goed, wat vindt haar beste vriendin Dode nou van? Laten we kijken. Ik heb er echt nog nooit van gehoord dat iemand verliefd wordt op zijn eigen broer. Hieraan merk je wel dat dit zich afspeelt in een tijd voordat internet er nog mainstream was. Een onschuldige tijd. Het gebeurt heel vaak met neven en nichten, dus broer en zus. Dat is sowieso... Ze probeert het ook gewoon goed te praten. Ja, nee, bij neven en nichten gebeurt het all the time, dus dat maakt het oké, toch? Like, iedereen accepteert het als neven en nichten met elkaar trouwen en zoenen en zo. Dat vindt iedereen normaal. Dus het is oké. Deze meid, eerlijk waar. Het ging niet helemaal zoals ik had gehoopt. En hoe had je dan gehoopt dat het ging, Ash? Dat je beste vriendin ging van... Oh, wauw, nee. Je bent verliefd op je broer. Fucking sick. Dat is echt vet. Dus het plot gaat zeg maar een hilarische kant op. Want in plaats van dat ze het loslaat en het hierbij laat... komt ze toevallig een foto tegen van haar moeder met een man. Van vroeger. Dus zij ziet dit meteen als een oplossing. Zij duikt meteen op de theorie dat haar moeder een affaire had en dat die man in de foto haar vader is. En dat zou dan betekenen dat als ze een andere vader heeft dan Juan, dat het dan oké is om te romancen met elkaar. Ook al komen ze nog steeds uit dezelfde baarmoeder. En ze duikt er alleen maar meer op, aangezien haar moeder heel mysterieus doet en de foto meteen verscheurt zelfs. Nou, in ieder geval, het zou wel heel veel verklaren natuurlijk. Op je eigen broer word je niet verliefd, op een halfbroer. Natuurlijk, op je broer verliefd, onmogelijk. Maar halfbroer, mensen worden all the time verliefd op hun halfbroer. Dat is de normaalste zaak van de wereld. 90% van de bevolking heeft een relatie met een halfbroer dus. Het is ook een hele leuke ijsbreker. Hé, wat hebben jullie nou eigenlijk gemeen met elkaar? Ah, we zijn afkomstig van dezelfde baarmoeder. Dat schept een band. Wat is de logica hier? En ze blijft dit de hele aflevering zeggen, let maar op. Ze gaat er in ieder geval naar een vriendin van haar moeder die meer info geeft. En een naam. Herman Brons. Ze confronteert haar moeder met die naam en die wuift het gewoon weg. Die zegt gewoon, ah boeien, dat is iemand van vroeger. Ze heeft geen idee hoe dom deze actie van haar is. Zij zit gewoon van, boeien, dat was gewoon iemand van vroeger. Dat heeft niks te maken met mijn dochter. Laat maar, ik wil het niet over hebben. Maar ze heeft geen idee dat haar dochter op zoek is naar een excuus. Naar een excuus om te friemelen met haar eigen fucking broer. Want als dat dus echt zo is, als hij echt mijn vader is, dan betekent dat Juan en ik niet een volle broer en zus zijn. En maar halfbroer en zus. Maar jullie hebben alsnog dezelfde moeder, dus stop! Stop hiermee! Het verandert letterlijk niks. Als haar mindset nou gewoon was van... de man waarvan ik dacht dat het mijn vader was, is misschien niet mijn vader. Ik wil hier meer over weten. Dan zou ik het nog snappen. Maar die hele mindset van... ik hoop niet dat mijn vader is, zodat ik kan tongen met mijn broer... kan ik me gewoon niet in vinden. Ik ga naar die man toe. Dat klopt, ze gaat die man opsporen. Ze heeft alleen zijn naam en ze kan opeens toch zijn adres vinden. En het gaat... meteen naar hem toe en ze gaat zijn leven mooi verzieken. Ze gaat van, hallo meneer, u had ooit een relatie met mijn moeder en ik hoop zeg maar dat je mijn vader bent, zodat ik kan tongen met mijn broer. Ik word gek van haar. Dus uiteindelijk heeft ze bevestiging dat haar moeder inderdaad een relatie had met hem. En dat was alles. Dit nieuws moet ze meteen delen met haar beste vriendin Do. Stel dat je wel van Herman bent, vind ik nog steeds... ja, vind ik eigenlijk nog steeds een belachelijk idee. Je bent nog steeds gewoon, weet je, familie van elkaar. So real. Dit is wat ik dus zeg de hele tijd. Dankjewel, Do. Thank you, dankjewel. Maar S zegt daar dus het volgende op. Nee, echt niet. Op je broer word je niet verliefd. Op je halfbroer is een heel ander verhaal. Echt, hoe komt ze bij deze logica? Hoe komt ze hierbij? Was er een onderzoek of zo waar ik niks van wist? Waar ze groepen broers en zussen hebben gemaakt die niet weten dat ze broers en zussen zijn. En die hebben ze dan met elkaar laten daten. En dan werden ze nooit verliefd op elkaar. En datzelfde deden ze dan met groepen halfbroers en halfzussen. En die gingen dan trouwen of zo? Is dat het? Hoe de wereld werkt in haar hoofd, ik ben benieuwd. Hoezo is dat een ander verhaal? Je bent niet volle familie van elkaar. Tuurlijk kan het dan. Dat is een heel andere situatie. Ik ben dus zeg maar niet tevreden met dit antwoord. Wanneer S later die dag thuis komt, is Herman bij haar moeder thuis. What the fuck? Hoe snel gaat dit? Dit is dezelfde dag als dat zij naar hem toe ging. Dus zij was bij hem. Daarna belde hij zijn ex van... hey, wil je even anders chillen vandaag anders? En zij gaat van... ja nee, ik heb toevallig nu op dit moment tijd. Nu. Kom anders nu. Insane toevallig. Ze praten over de situatie en ze vertellen S dat ze veilig seks hebben gehad. En dat het dus niet mogelijk is dat Herman haar vader is. Waarop S zegt... wat hele veilige vrije. Nou, ik geloof er helemaal niks van.
Ik bedoel, mijn moeder. Veilig seks? Absoluut niet. Mijn moeder. Veilig seks is het laatste wat mijn moeder doet. Jeez, ik geloof er echt helemaal niks van. Echt, hoe graag zij wil dat Herman haar vader is, is gewoon pijnlijk om te zien. Vooral omdat het de situatie niet verandert. Maar ja, volgens haar wel, dus uiteindelijk gaat ze nog een stapje verder. Ja, een half broer en half zus, dat is net zoiets als neef en nicht. Dat valt... Ik zei toch dat ze dit bleef zeggen? Ik zei het, ze blijft dit zeggen. Dat is de waarheid waarmee zij wil leven. Hoe is halfbroer en zus hetzelfde als neef en nichten? Neef en nichten hebben nooit in dezelfde baarmoeder gezeten. Al was het hetzelfde als neef en nichten, dat vinden mensen over het algemeen alsnog niet oké. Maar dit is dus niet het stukje waar ik het over had. Verdomme. Do komt met het idee dat ze een DNA-test moet doen. En S vindt dat een prachtig idee. Zo kan ze zeker zijn. Dus gaat ze die man lastigvallen met een DNA-test. Maar eerst moet ze haar moeder vertellen dat ze dit wil doen. Nou, ik wil niet dat jij die test gaat doen. Ik bedoel, ik begrijp het niet. Is er iets gebeurd tussen jou en je vader? Goed punt, moederlief. Waarom zou S opeens zo graag willen dat haar vader niet haar vader is? Waar komt dit vandaan? Wat is jouw probleem dan? Precies. Vertel dan. Wat is je probleem? Wat is nou je probleem? Ik wil dit per se weten, omdat ik van Juan hou. Ja, man. Dat heb je daarop te zeggen. Ik wil het graag weten, omdat ik wil seksen met mijn broer, oké? Okay? Jeez, wat vind je daarvan, hè? Wat ze daarop zegt, is dat ze Juan het huis uitstuurt. Ze heeft een hotel voor hem geboekt en daar moet hij verblijven. Ze vindt namelijk niet dat het goed gaat onder één dak op deze manier. Oh, overduidelijk. Maar dan blijkt ook nog dat die moeder niet zo slim is. Want dezelfde avond dat ze Juan wegstuurt naar een hotel, gaat S toevallig bij Do slapen. Toevallig. Ik heb gezegd dat ik bij Do ga slapen, dus ik kan het echt niet tegenhouden. Die moeder zit echt gewoon van, oké, dus ik stuur mijn zoon, waar mijn dochter verliefd op is, die stuur ik naar een hotel, zodat ze niet bij elkaar zijn. En dan wil mijn dochter bij een vriendin slapen opeens. Het gaat totaal niet stiekem naar mijn zoon toe, die ik naar een hotel heb gestuurd. Dat ze ook niet snapt dat S juist degene is die naar een hotel moest. Ik bedoel, Juan is degene die de hele aflevering zegt tegen S, ik wil dit niet. Het is gewoon klaar. Ja, maar ik heb toch echt liever niet dat je het doet. Ik kan het doen, weet je wel. Maar ja, op dit punt kan er niet zoveel meer misgaan anyway. We zijn met elkaar naar bed geweest. Ik denk dat zij de domste persoon op aarde is misschien. Wat nog interessanter is, is haar logica. Ik weet gewoon zeker dat het niet mijn broer kan zijn. Niet mijn volle broer. Dan zou ik niet zo voelen zoals ik het gisteravond voelde. Ja, precies. Iedereen weet dat seks met je broer of zus nooit lekker is. Dat kan niet. Daar hebben ze waarschijnlijk ook onderzoek naar gedaan. Zelfs grapje hierover maken voelt gewoon ranzig. Hoe ze er ook zo vol overtuigd van is, hè? Zo van, het is oké, we komen uit dezelfde baarmoeder. Boeien. Verder niks. Dan is het grote moment daar. Herman is er met de uitslag van de DNA-test. En maak je borst maar nat. Ik zei maak je borst maar nat. Ik zie niemand hun borst nat maken. Hoe gaat het nu verder als Herman haar vader blijkt te zijn? Zou die moeder dan opeens gaan van... Ah, liever, het is oké. Ook al heb ik jullie beide gebaren, jullie hebben andere vaders. Dus het is compleet oké als jullie gaan vrijen met elkaar. Hoe ziet zij het voor zich, vraag ik me af. Des blijkt dat jij niet mijn dochter bent. Oh! Baby! Dit is dus prachtig, hè? Dit is dus prachtig. Want wat blijkt nou? Voor Juan maakt broer en halfbroer zijn dus ook een wereld van verschil. De enige reden dat hij seks had met haar, was omdat hij ook geloofde dat Herman haar vader was en dat ze verschillende vaders hadden. Maar nu dat niet zo blijkt te zijn, vindt hij het zo ranzig dat hij gewoon per direct het huis uitstormt. Herman heeft trouwens geen idee, hè. Die heeft gewoon geen idee. Ik voel me vies, ik voel me smerig. Flikker op, alsjeblieft. Ga weg. Dat had je sowieso moeten voelen, ook al was Herman haar vader. Ik kan het niet vaak genoeg zeggen. Jullie klinken nog steeds dezelfde moeder. Maar goed, hier kom je gewoon niet van terug, toch? Het is niet alsof het later opeens oké is. 20 jaar later zit ze daar bij een kerstdiner. Zij een partner en kinderen. Hij een partner en kinderen. En ze dan opeens gaan van... Weet je nog trouwens dat we seks hadden met elkaar? Lachen was dat, of niet? Het was gewoon leuk een keer. Dus nu blijkt dat alles in het leven van S helemaal kut is. Gezakt van haar opleiding. Ze is gestopt met hockey. Wat niet zo heel veel uitmaakt, want ze was niet zo goed in anyway. En wie heeft er gescoord? Ik. Eigen doelpunt. En dus hebben ze maar besloten dat zij naar Spanje moest.
Echt, de hele reden dat Juan naar Nederland kwam was omdat er een crisis gaande was in Spanje. Waardoor hij niet kon studeren daar en niet kon werken daar. Omdat S gezakt is voor school, denken ze, dan sturen we haar naar Spanje. Daar kan ze niet naar school. Maar eind goed, al goed. Gaat naar Spanje en ze had nooit meer seks met haar broer. En is er ook nooit overheen gekomen. Poeh, wat een wilde rit was dit weer. Wat vond jij van deze aflevering? De grootste vraag, ben jij het eens met S? Is het oké om je neven en nichten te romancen? Of je halfbroer of zus? Is dat oké? Ik zeg nee. Het is niet oké. Stop. Incest is niet wincest.